Josh, waren jullie maandag al die huldiging doen of wacht je dat officieel is? Wat? Aankomende maandag? Nee. Het is toch klaar nu, 7 punten? Nog niks is klaar. We moeten gewoon wachten tot volgende week en de wedstrijd nog spelen en dan zien we verder. Maar jij ziet jezelf al wel staan met die schaal, denk ik. Het zou mooi zijn, ja. Jullie kwamen hier binnenlopen en jullie waren nog net geen kampioen aanschreeuwen. Zo voelt het wel in ieder geval, denk ik ook. Als jullie met de uitvak ook vieren? Ja, we zijn gewoon blij. Je hebt een 2-0 achterstand en een 3-2. Heb je weer omgedraaid en het was zeker een belangrijke wedstrijd, vooral naar Ajax toe. En ja, je voelt wel dat er iets aankomt, maar dat je nu al gaat zeggen dat je kampioen bent. Er zijn nog... Nu al nog een paar wedstrijden, joh. Staat er dik voor? Ja, maar ja, er kan nog veel gebeuren, dus... Wacht er nog even tot het officieel is. Ja, wacht er gewoon nog even tot het officieel is. Wat vind jij het raarste, deze wedstrijd? Het raarste... Of een Chucky staat misschien wel hoog? Ja, dat ook, maar... Ja, ik denk gewoon... Het hele wedstrijd gewoon, het was... Ik denk zelf dat wij als team zijn er niet eens met gele kaarten eraf zijn gegaan. Ik denk dat het mooiste is, denk ik, omdat dit wel een wedstrijd was van veel strijd en passie. Laatste vraag dan, als je deze wedstrijd moet omschrijven, noem je het dan bizar of bizot? Nee, gewoon bizar.